Welkom terug bij Boer Zoekt Vrouw. Deze keer niet internationaal, maar weer terug op eigen bodem. Wat fijn, lieve mensen, dat jullie weer kijken. Hallo, ik ben boer Harms, ik kom uit Drenthe en ik hou van disco. Ik weet, het is niet te geloven, maar het is zo, echt waar. Ik ben 35 jaar en ja, het wordt tijd om mezelf aan een boerinke te binden. Dus vrouwtjes, ik zou zeggen, schrijf een leuk briefje. Ik ben een koeienboer zoals je ziet. Mijn hobby's zijn vooral dansen en ja, indie disco. Ja, dat is niet te geloven, maar ja, het is zo, indie disco. Samen een dansje maken, dus wil jij samen met mijn boer, deze boer, boer Harms, een dansje wagen in die disco, schrijf dan een mooi briefje. Hallo, ik ben Piet Kuiken, ik ben 38 jaar, ik heb een opfokboerderij voor kippen, kuikens komen hieruit, eieren komen hieruit en ik fok ze op tot kip. En mijn hobby's zijn op dit moment alleen nog maar knuffelen met de kuikens en ik hoop dat ik na dit programma kan knuffelen met iemand anders. Ja, Harry, 41, zoek vrouw. En Chet? Hallo, ik ben Gerdy Heijten. Ik ben 43 jaar en heb een diervriendelijke, biologische geitenwerkerij. Ik hou van mijn geitjes, maar ik ben ook dol op meidjes. Ik ben op zoek naar een jonge, spontane meid die niet mekkert als een geit, maar die gezellig met mij dolletjes voor mijn geitjes wil zorgen op mijn geitenmelkerij. Dus schrijf snel en kom gezellig met mij naar de geitjes. Dit jaar hebben we een nieuw item bij Boer Zoekt Vrouw. We gaan op bezoek bij wat vrouwen die de brieven hebben geschreven. Vandaag ben ik op bezoek bij Bloem. Ik hou van jullie. Ja, ik hou ook van jou. En ik hou van het taak. Jij bent geschreven, ja. Waarom? Ik hou van alles. Ik hou van de lucht. Ik hou van het gras. Ik hou van paarden. Ik hou van koeien. Van kippen. Van geiten. Ik hou van boeren en boerinnen. Wat fijn. Ja. Waar ben je nou op zoek? Iemand om van te houden. Maakt niet uit. Ik hou van alles en iedereen. Bij ons in de Jordaan waren jongens en meisjes. Hallo? Ik ben op zoek naar Jeanette. Jeanette, je hebt ook geschreven, hè, naar onze boeren. Vertel, waarom? Nou, het zit eigenlijk zo. Ik kom uit de Jordaan en ik heb daar eigenlijk ja, zo'n beetje alle mannen en vrouwen wel gezien. En ik ben er een beetje klaar mee. Ik wil me eens een beetje gaan verbreden naar het platteland. Een leuke boer of boerin, maakt me eigenlijk niet uit. Maar wat goed dat je hebt geschreven. En dus je bent op zoek naar een boer, boerin. Nog meer dingen waar je naar op zoek bent? Weet je wat het is, Yvonne? Jij gaat gewoon lekker weg nu, want ik wil gewoon lekker even weer bij mezelf zijn. Ga die brieven bezorgen. Oh, ja. Zorg dat je voor mij een leuke boer of boerin vindt, ja? Oké. Ja, dag, een pikketane zie je overal. Ja, tata. Hup. Oeh, schiet erin. Oeh, naast. Oeh, kom op jongens, kom op. Oeh. Hi Sylvie. Je hebt geschreven naar Boer Zoekt Vrouw, hè? Vertel waarom. Ja, Gregory van de Biel doet niet mee aan het WK. En ik ben op zoek naar iemand anders. Boer, boeren. Oké.
maar wat voor type zoek je? Het maakt niet uit. Als ze maar van voetbal houden. Oké. Fijn, nou dat moet kunnen. Ja, 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 ik hoop het. Ik hoop het. Voetbal. Hup, hup, hup. Ja. Hoi. Hoi, Ivan. Hoi. Wat fijn dat je er bent. Ja. Kom gauw naar boven. Ik doe de deur voor je open. Ik kom eraan. Tot zo. Oh, Ivan, ik ben zo blij dat je de brand. Je gaat me helpen aan de man, toch? Ja, ik heb goed voor mij. Oh, yes, ik ben zo blij dat je er bent. Oh, maar ik moet nog even mijn nagels lakken. Want ik kom natuurlijk op tv nu, hè? Dus ik moet even mijn nageltjes lakken, anders ziet het er niet uit. Ziet er niet uit. Zo kan ik nooit een leuke boer leren kennen, natuurlijk. Een leuke boer valt natuurlijk van een goed verzorgde vrouw, hè? Ja, nee, dat is helemaal waar. Nou, ik lak even mijn nagels, hè? Ja, maar ik ben zo blij dat je er bent, Ivan. Vertel, wat voor types val je? Oh, wat voor type val ik? Ik ben gewoon een hele mooie, stoere man. Een hele stoere en hele sterke ook. Dan kan hij zo overal mee naartoe dragen. En zo, dat lijkt me zo romantisch. Ja. En dan neem ik een paard. En dan ga ik heel de dag paard rijden. En ik hou ook zo van dieren. Dus ja, ik wil ook een kat en ik wil een hond. En ja, misschien heeft die boer wel een paar dieren voor mij. Maar ik moet ook even mijn naam zakken. Wat wilde je vragen hiervan? Nee, ja. Eigenlijk niks meer. Fijn. Oh, je wil helemaal niks meer vragen. Hi. Hi, hallo. Fijn, boer Hans, dat wij op jouw mooie boerderij mogen zijn. Hebben een lekker bakje koffie gemaakt. Zeker, zeker. En, hoeveel brieven denk je dat je hebt ontvangen? Nou, brieven, dat zou ik niet weten. Ik denk, als ze maar van disco houden, de vrouwen, en dan een beetje danspasjes beheersen. Ja. Ja. Want jij houdt heel veel van disco, hè? Oh, ik hou zo veel van disco. Ja, ik ben broer Harps, ik kom uit Drenthe en ik hou van disco, hè? Ik weet, het is niet te geloven, maar het is zo. Ja, zeker. Zeker. En heeft u dan ook nog een favoriete dans? Een favoriete dans? Nou ja, dat is natuurlijk mijn klompendans, hè? Ja. Dat is mijn klompendans. Maar hoe leuk zou het zijn als je voortaan samen kunt dansen? Nou ja, ik heb nog een extra paar klompen staan, hoor. Ja. Die staan klaar voor mijn partner. Nou, dan wil ik deze brieven aan jou overhandigen. En dan mag u gaan kijken hoeveel erin zitten. Ja, maar er zijn dus een aantal vrouwen die geschreven hebben. Ja, er zijn zeker een aantal vrouwen die geschreven hebben. Oeh, ik hoop toch zo dat ze van disco houden. Ik hoop het ook. Oh, die disco. Is dat allemaal voor mij? Ja. Je bent de boer Hans. Ja, boer Hans. Ja, boer Hans. Ja. Nou, zeg. Had ik niet willen geloven. Oh, kijk nou. Dit een mooie. Gaan ze gewoon allemaal eruit gaan. Met blauwe letters. Oh, en hier. Mooi. Oh, kijk eens aan. Hoe zie je er wel een werk van? Nou, ik kijk hier zelfs met een heel mooi groot hart. Oh, voor die boer Harms. En hier. Oh. Zou er ook een foto in zitten? Ik weet het niet. Vind je het spannend? Ja, heel spannend. Zie je dat? Ja, heel spannend. Ik wil eigenlijk eerst gaan dansen, maar ja, met die koeien. Ik mag even gaan dansen. Nou, nee, ik laat het hier even bij. Dan ga ik even kijken. Nou, neem even de tijd. Boer Harms. Ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Nou, welke kleuren die mooi? Disco kleuren. Zit er ook ergens disco kleuren? Nou, een disco brief. Een disco envelop. Oh, en hier nog. Oh, nog één. Nou, we gaan eens even kijken en dan ga ik even rustig die brieven lezen en dan, als jij dan een beetje bijblijft. We zijn hier op de boerderij van Gerrie Eiten en Gerrie maakt een lekker bakje koffie voor ons. Goedemorgen. Welkom in de keuken van Gerrie Eiten. En lustig aan misschien een bakje koffie, Ivan. Een lekker bakje pleur. Heel gaarig. Nou, dan ga ik voor zorgen, Maske. Kom maar zitten. Zo, Ivan, hoe is het, vader? Ja, heel goed. Goeie weer, daar treffen we erop, hè? Nou, en ik zie dat je een hele zak vol hebt. Nou, ja. Dat is allemaal voor mij, wacht. Ja, toch wel, Gerrie. Ik ben er gewoon beduust van. Dan zou het ook fijn zijn als je er toch tussen zou zitten, hè? Ja, want ik ben vol mijn geitjes op zoek naar lekkere meidjes, hè? Nou, ik hoop dat hij er tussen zit. Kom. Nou, Gerrie, we hebben een lekker bakje koffie voor ons ingeschonken. Is er vandaag nog iets gebeurd? Is er nog nieuws? Nou, al dat gemekker in de krant, ik word er niet goed van. Waar zou jij nou wel goed van worden?
Waar ik goed van zou worden, dat weet jij wel, Yvonne. Ik ben op zoek naar een schoon meidje voor bij mijn geitjes. Hoeveel brieven denk je dat we hebben ontvangen voor jou? Nou, ik hoop een heleboel. Zullen we dan eens gauw gaan kijken? Ik word er zenuwachtig van. Nee, ik kan ervan bibberen. Nee, dat moet je echt niet doen, Gerry. Dat hoeft echt niet. Kijk eens hoe leuk. Hoe leuk. Dan minder gij toch niet? Ja, kijk eens. Al die brieven voor mij. Zal ik het gewoon over de tafel heen schudden? Gooi maar neer, zou ik zeggen. Oh, Yvonne. Wat zijn er te veel. Wat een boel brieven. Spreekt er nu al iets, dat je van, nou, misschien is dat wel heel erg leuk. Ik zie hier ook een hele mooie geitenpostzegel. Die is wel heel goed over nagedacht. Alleen de postzegel, daar word ik al verliefd op. Dan moet vast een mooie meid in zitten. Nou. Ik leg deze even apart. Heel goed. Meneer Kuiken? Hey, Yvonne. Hey. Hallo, meneer Kuiken. Hallo, hoi. Piet. Hoe is het? Ja, goed. Kijk, het zijn er nu weer. Ik zie het. Wat een schatjes. Ja. Nou, ja, ik durf bijna niet te vragen, maar mag ik ook een kuiken knuffelen? Ja hoor, doe maar. Het is op het moment het enige wat ik heb om te knuffelen, hè? Ja, want je hebt geschreven. Ja. En ik ben zo eens benieuwd, waar ben je naar op zoek? Nou, gewoon naar een mooi vrouwtje met een goed hart. Om gewoon 's avonds, als je hard gewerkt hebt op de bank, gewoon mee te knuffelen. Een zorgzaam iemand? Een zorgzaam iemand. Oké. Die af en toe ook een hand uit de mouw steekt. En voor de rest, waarmee we gewoon lekker gezellig samen dingen kunnen doen. Ja, en wat versta je dan onder samen gezellig dingen doen? Nou, samen koffie drinken. Ja, ja. Op zijn tijd een keer kaartje leggen, ergens misschien naartoe ook. Ja. Hè, want anders komt het ook niet zo wijd weg hier van de dam. Nee. En ja, gewoon is ook gezelschap. Welke momenten samen gewoon wat dingen kunnen gaan doen. Gezelschap. Juist. Nou, dat lijkt me heel helder. Ik heb voor jou ook een postzak met brieven. Zitten daar brieven in van mij? Ja. Nou, daar had ik toch eigenlijk in hem maar dan. Nee, toch niet. Mag ik nog een keer raden? Twee dan. Nee, kijk eens. Het is een hele zak vol. Zo, dat had ik toch niet verwacht zoveel. Hé, en ik zie hier bijvoorbeeld eentje met allemaal hartjes. Zo. Die had het meteen in de bolraai gekregen natuurlijk. Ik zie hier eentje met een heel mooi handschrift. Boer Kuiken, kijk. Boer Kuiken. Wel een toepasselijke naam, hè? Maar ik heb er nog veel meer. Eentje met een bloem. Aan dokter Kuiken die meedoet aan Boer zoekt vrouw van de KRO. Kijk. Dat zijn wij, hè? De KRO. Nou, oh, kijk eens hier. Of ze hebben er wel merk van gemaakt, hè? Nou, weet je wat? Ik denk dat ik jou hier lekker je brieven laat lezen. Nou, hartstikke en dan geweldig. Ben ik heel benieuwd wie jij gaat uitnodigen. We zijn hier bij de boerderij van Harry. En we hebben voor Harry minder goed nieuws. Hi, Harry. Fijn dat we op jouw boerderij mogen zijn. Ik heb ook even kennis mogen maken met Chet, hè? Jouw lieveling. Ja, ik ben hier vandaag met een posttas gekomen. En hoeveel brieven denk je dat je hebt gehad? 50. Ja, Harry. Ik moet je teleurstellen. Je hebt helemaal geen brieven gehad. Oh, Harry. Oh, Harry. Ook dit seizoen hebben we weer een aantal mooie matches kunnen maken. En om het spannend te maken, krijg je hier vast een vooruitblik naar het eind van het seizoen. Ik ben hier op de boerderij van... Huh? Kijk nou wat ik hier vind. Brief.
spannend, hè? Nou, wil je weten wie de brief heeft geschreven en naar wie? Waar hij haar mee naartoe neemt en wat hij voor haar meeneemt? Dan moet je de opdrachten tot een goed einde brengen. Succes! Ja.